Nog steeds verslagen door het verdriet van het verlies van haar kinderen, is er voor Anita Murawali licht in de tunnel. Mede namens Stichting 1 voor 12 heeft het kabinet van de president de moeder van de twee door brand omgekomen broers een nieuwe woning geschonken. Om naast haar kinderen ook nog haar huis kwijt te raken, was een zeer zware slag voor Murawali. Het verhaal van de twee broers welke de afgelopen week zijn omgekomen tijdens een woningbrand heeft de Surinaamse samenleving ontzettend bewogen. Naast de diverse steunbetuigingen is er ook hulp aangeboden aan de moeder van de jongens. Zo heeft Stichting 1 voor 12 binnen een hele korte periode enorm veel kunnen realiseren voor de moeder van de brandslachtoffers. Naast het helpen bijdragen voor de uitvaart heeft de stichting ervoor kunnen zorgen dat deze mevrouw haar intrek heeft kunnen nemen in de nieuwe woning. Al jouw bezittingen verliezen doet ongetwijfeld veel pijn. Maar daarnaast ook nog jouw kinderen op zo'n vreselijke wijze kwijtraken, is op geen enkele manier gemakkelijk te verwerken, zegt Louis Vismalen, de voorzitter van Stichting 1 voor 12. In zijn gelijknamige televisieprogramma deed Vismalen een oproep aan de regering om een bijdrage te leveren om de familie enigszins te compenseren voor het verlies. Stichting 1 voor 12 wil zich nog inzetten voor het meubileren van de woning en het psychisch begeleiden van de nabestaanden, ten einde de familie zo goed als mogelijk te accommoderen. Hiervoor hebben wij steun van de totale samenleving nodig, voegt Vismalen tot slot toe.